vind als een aardige invalbeurt. En je eerste doet voor RKC kwam denk ik op een heel gunstig moment in de wedstrijd. Ja, lekker om zo je eerste goal te maken en ook een punt mee te nemen in eigen huis. En je was niet heel veel later ook dicht bij je tweede. Ja, dat was zo zonde. Ik was echt heel dichtbij. Ik had ook echt, ik stond gewoon weer op de goede plek. Weer niet gedekt. En ik kon er nu net niet lekker bij om binnen te schieten. Dat is echt zonde, want anders hadden we... Dus ik zei net ook, het is de kerst op de taart vandaag. De taart is lekker, maar een kerstje erop zou toch wel beter zijn. Maar dat zou echt zonde. We waren er dichtbij en helaas. Dat zou een hele inval... Ja, dat had een hele invalbeurt geweest. Is uiteindelijk 1-1 terecht de uitslag van de wedstrijd? Dat weet ik niet. Ik vond PEC Zwolle wel beter, helemaal de eerste helft. Maar je ziet wel dat we de laatste fase gevaarlijker zijn dan PEC Zwolle. En dat we eigenlijk gewoon de wedstrijd nog bijna stelen hier zo. En dat had toch lekker geweest. Als ze RKC zijn, elk punt telt en ook 3 punten. Want in de eerste helft creëren we heel weinig kansen. Ja, en PEC Zwolle was ook veel gevaarlijker dan ons. Dat vond ik jammer. Ik zag wel kansen tegen PEC, want ik vond ze niet dat goed. En je ziet ook op het moment dat er wat wissels plaatskomen. En dan komen we lekker, sowieso de tweede helft gingen we beter voetballen. En met de wissels gingen we nog beter voetballen. En uiteindelijk trekken we die wedstrijd nog bijna naar ons toe. Ja, dat zegt ook wel iets over onze veerkracht. Waar lag dat aan dat jullie in één keer die wedstrijd naar jullie toe kunnen trekken? Nou, ik zeg onder andere, ik denk dat er goede wissels plaats hebben gevonden. En, we gingen rustiger voetballen, we houden de bal meer in de ploeg en we gingen meer op zoek naar, naar kansen. En die hebben we uiteindelijk gecreëerd. We waren dichtbij, ja, niet echt grote kansen gecreëerd, maar wel een paar keer dichtbij. En uiteindelijk op het laatste gaan we helemaal voor de volle pot. Dan willen we helemaal de punten of 3 punten eruit slepen en dan zie je ook dat het lukt. Dan creëren we grotere kansen en pakken we er bijna nog de winst mee. In een drukke voetbalperiode, ja. We hebben natuurlijk al 4 punten uit 2 wedstrijden. Hoe lekker is dat voor jullie zelfvertrouwen in de loop naar volgende wedstrijden? Ja, ik denk dat het sowieso goed is voor ons zelfvertrouwen. Ik denk dat we alle punten hard genoeg nodig hebben en ook deze. We gaan nu met een positief gevoel denk ik naar Feyenoord en AZ. Want hoe kijk je naar die wedstrijd tegen Feyenoord? Ja, ik zie kansen. Het zal een hele moeilijke wedstrijd worden. Goede ploeg. Dus we zullen sowieso de onderdak zijn. Maar ja, ik heb vaker van Feyenoord gewonnen, dus laat het maar komen. Hoe ervaar je momenteel je tijd bij RKC? Ja, goed. Ik ben warm onthaald hier zo. Een warme club. Ik heb helaas nog niet kennis gemaakt met de supporters en de mensen van de business. Maar dat komt op zijn tijd wel. Op naar meer doelpunten. Ja, sowieso.